Jantien, welkom in mijn atelier. Ik ben een figuratief werkende schilder, zoals je ziet. Opgeleid aan de Klassieke Academie voor Schilderkunst in Groningen. En ik behandel de mens in mijn werk. Daar komt het op neer. In mijn werk behandel ik het liefst wat grote thema's. Het leven, de liefde, geboorte. Grote thema's van het leven. Als ik binnenkom, 's ochtends, dan kom ik in mijn atelier en dan kijk ik zo eens om me heen. Nou, wat staat er? Wat hebben we? Want ik heb altijd 10, 12 schilderijen waar ik aan verder kan. Welke wordt het vandaag? Zo begint mijn dag. Ik weet het van tevoren niet. Het is echt waar ik op dat moment zin in heb, waar ik een goed gevoel bij heb, waarvan ik weet, oké, dat schilderij heeft nu dat nodig. En soms weet ik dat gewoon echt een paar weken niet. Ja, dus de ene schilderij is heel snel klaar, het andere schilderij kan heel lang duren. Maar over het algemeen gewoon effectief de schildertijd, dat is niet zo lang. Ik schilder snel. Als ik eenmaal schilder, dan schilder ik snel. Ja. Ik begin niet met een schets. Het doek, of in dit geval het paneel, dat is mijn schetsboek. De uitsneden die bepaal ik van tevoren in mijn hoofd. En ik ga eigenlijk direct bezig met verf en ook direct met kleur. En dit schilderij, dit is een dagwerk, denk ik. Tot nu toe. En dan dat gezicht, dat laat ik zo. Want dat vind ik eigenlijk wel lekker hoe grof het is. En dat je precies de kwaststreken ziet. En van ver af vind ik hem overtuigend genoeg. Ik vind niet dat het meer detaillering nodig heeft. Dit hele gedeelte, dat moet nog gebeuren. Daar is nog niks aan gedaan. Vanuit niks iets opzetten, dat vind ik uiteindelijk het allerleukste om te doen. De eerste opzet, dat gaat snel, dat is het ontdekken, waar gaat dit naartoe. De spielerij is dat, daar geniet ik heel erg van. Het afmaken vind ik moeilijker dan een nieuw schilderij beginnen. Het gevolg is wel dat ik dan dus nog een schilderij heb dat afgemaakt moet worden. Dus zo blijf ik altijd wat aan de gang. Wat ik ook vaak doe, is een ouder werk erbij pakken waar ik niet meer achter sta. En dat ga ik dan gewoon eens rigoureus bewerken. Ga ik van alles naartoe voegen, weghalen, overschilderen. Dat is ook heerlijk om te doen. Niet zo veel waarde hechten aan je eigen werk. Kill your darlings.